Hello, I'm Renata Barros. I'm a geologist at the Royal Belgian Institute of Natural Sciences, and I'm here at the UNESCO Global Geopark Famine Ardennes. It's a beautiful place, and it's a perfect day to follow the course of the River Lesse as it carves its way through that hill over there, the Hill of Boine. Mijn naam is Sophie Verheijden, ik ben geoloog van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. En we staan hier vandaag naast de Lesse-rivier, die hier verdwijnt in de Gouffre de Bellevaux. De Gouffre de Bellevaux kan zo tot 25 kubieke meter per seconde slikken. En als er dan nog meer water komt, zal het water beginnen stijgen. En we zien daar heel goed die bruine streep tot waar het water kan komen. Eens er nog meer water is, gaat het water terug zijn oude rivierloop nemen rondom de heuvel van Boine. Er zijn nog een aantal kleinere verdwijngaten, iets verder. En in het totaal kan de heuvel zo tot 50 kubieke meter per seconde slikken. En daarna gaat de rivier verder lopen, terug in de, wat we noemen, de droge vallei van de Chavet, rondom de heuvel van Boine. Hier staan we dus voor een typisch karstverschijnsel. En karst is een naam die het geheel van oplossingsverschijnselen in verschillende typen rotsen noemt. Hier bijvoorbeeld in kalksteen. De Gouffre de Bellevaux is dus een echte poort die toegang geeft tot intern tot de heuvel van Boine en tot de grotten van An. En we zullen straks in die grotten van An een kijkje nemen naar de ondergrondse loop van de Lesse-rivier. We zitten hier aan de plek waar de Lesse-rivier terug uit de rots loopt. Dus aan de sifon waar de Lesse-rivier terug in het toeristisch deel van de grotten van An loopt. Dus als we nu stroomopwaarts terug naar die Gouffre de Bellevaux willen, moeten we hier duiken. Het is ook zo dat het is pas tegen het einde van de jaren 80 dat het mysterie van die onderaardse lessen volledig werd ontrafeld, onder andere dankzij de duikers. En duiken is een tamelijk gevaarlijke job, want ondertussen zijn er toch twee doden gevallen hier in An-sur-Lesse tijdens die ontdekkingsrace. En we gaan straks even meegaan met die Lesse-rivier om te zien hoe die aan de Trou de An terug aan het oppervlakte komt. Maar laten we eerst eens kijken, deze grotten van An eens nader bekijken. Hoe werden die gevormd? De vorming van de grotten, daarvoor moet je teruggaan naar het Krijt. Dat is ongeveer iets meer dan 60 miljoen jaar geleden. De omgeving was bovengronds helemaal anders natuurlijk. Onder andere waren er dinosauriërs hier aan het oppervlakte. En op dat moment gaat die kalksteen helemaal verweerd worden door het ondergrondse water. En het is pas tegen het tertiair en vooral in onze contreien tegen het kwartair dat die verweerde kalksteen helemaal gaat uitgehouwen worden door de Lesse-rivier om zo de grotten van An te vormen. En zo, na een lange dag ondergronds, komt hier de Lesse-rivier terug aan het oppervlakte aan de Trou de An. En we zien dus de specificiteit van die karstregio's, is dat het oppervlakte altijd heel droog is, vermits het water tendens heeft om ondergronds te verdwijnen. Het water zit ondergronds in die galerijen, onderaardse meren enzovoort. Dat is natuurlijk heel verschillend van andere rotsen, zoals dus niet-karstregio's. In rotsen zoals zandstenen, kwartsieten, shales. Want daar loopt het water niet in galerijen en onderaardse meren, maar daar heb je water in de poriën zelf van de rotsen. En sijpelt het doorheen de rots. Natuurlijk, omdat het water altijd tendens heeft om te verdwijnen, proberen de inwoners sinds historische tijden dat water aan het oppervlak te houden. En we gaan even kijken hoe ze dat doen. Hier zitten we niet ver van het centrum van Rochefort en naast de Lomme-rivier. En we zitten hier echt in dezelfde configuratie dan aan de Gouffre de Bellevaux. Hier verdween vroeger de hele Lomme-rivier in de Noumoulin-grot. Maar de inwoners
hebben om te vermijden dat die Lommerrivier ondergronds verdwijnt, hebben ze een dam gebouwd en hebben ze ook de bodem van de rivier volledig geplaveid. Dus de inwoners weten hoe ze het water aan het oppervlak moeten houden. De monniken van Rochefort weten ook waar ze het water kunnen vinden, dat is ondergronds, om hun bier te brouwen. En dus het bekende trappistenbier van Rochefort is gemaakt met karstwater. Allez, santé! Ik hoop dat jullie dit klein geologisch uitstapje heel leuk vonden en misschien tot een volgende keer.